Hallo en leuk dat u kijkt naar een nieuwe Vraag op Straat. En dit is wel een hele bijzondere Vraag op Straat. Want naast mij staat Tante Nel, bekend van Local FM en Baronie TV. En ik heb van Christian de Haven en natuurlijk Breda Nu. Wij hebben een actie bedacht rondom het Glazen Huis. Maar omdat alles van het Glazen Huis, Series Request, naar het buitenland gaat, hebben Tante Nel en ik van Christian de Haven de handen ineengeslagen om iets anders te gaan doen. Tante Nel, wil je daar heel kort iets over vertellen? Nou, heel kort. Het plan was eigenlijk om Frank van der Lende, die heeft heel mooi lang haar, daar de schaar in te doen. Maar daar wilde hij niet aan meewerken. Dus toen hebben we het plan veranderd. Wij gaan nu de ene helft, wat we ophalen met onze opbrengst met de pet rond voor Serious Request. En de andere helft, die gaat naar het Amphia ziekenhuis, naar de kinderafdeling. Daar gaan we een hele leuke middag voor organiseren. Samen met allemaal bekende artiesten. En we willen graag dat jullie daar ook aan mee gaan werken. Ja, want even voor de mensen thuis. Frank van der Lende is natuurlijk een van de DJ's die in het Glazen Huis gaat zitten. Hè? Ja, ze zijn dit jaar met z'n tweeën. Maar hij is degene met die lange lokken. Ja, dat moet eraf eigenlijk. Ja, nou ja, goed. We hebben dus uit hele betrouwbare bron gehoord dat hij dat niet wil gaan doen. Ons tegenactie is daar dus ook door dat we niet al het geld wat we ophalen naar Serious Request gaat. Maar dus we delen het in tweeën. Ene deel is Amphia ziekenhuis, kinderafdeling hier in Breda. En de andere deel gaat naar Serious Request. De vraag van vandaag luidt dus, doneert Breda aan de goede doelen? En waarom doneert u of waarom doneert u niet? Heeft u nog wel vertrouwen in de goede doelen? Want we horen heel vaak toch wel dat er heel veel centen aan de strijkstok blijven hangen. Dus ga je met me mee, we gaan op pad. Vraag op Straat, vraagt het aan u. Wij zijn geld aan het inzamelen, samen met Tante Nel en Christian de Haven en Baronie TV en Local FM zijn we voor het goede doel van Serious Request bezig. En wil jij een donatie doen? Ja, natuurlijk. Je mag ze toch niet laten steken, hè? Serious Request is natuurlijk voor iedereen wel belangrijk. Nou, wat je zegt, de kindjes is voor ons ook een mooie gelegenheid om daar extra voor te doneren. Dat is toch wel. Absoluut. Ja, vind ik een leuk idee. En waarom zou u een goed doel steunen in deze tijden? Nou ja, omdat er veel mensen zijn die het minder hebben als wij. En als je een paar centen kunt missen, dan waarom niet? Goede doelen. Nou, dus dan zijn jullie bij ons aan het goede adres. Wij sponsoren heel veel goede doelen. En het Serious Request is natuurlijk ook prachtig met betrekking tot de doelen buiten de grenzen vaak. Hè? Maar binnen de grenzen valt er ook nog heel veel te winnen. Dus dat dragen wij wel een warm hart toe. Nou, ik zou beter in Nederland kunnen besteden. Ik ga het regelmatig doneren, ja, want het is ontzettend belangrijk dat de mensen daar aan meedoen. Als ze er niet aan meedoen, dan houdt het allemaal op. Hoe sta ik er tegenover? Ja, er wordt heel weinig binnen het Nederland zelf gedaan. Terwijl ik wel zoiets heb van kijk ook eerst even naar je eigen land voordat je naar een ander land gaat kijken. Nou, daar hebben wij dus heel slim op ingespeeld. Ons doel is enerzijds het Glazen Huis, anderzijds gaat onze opbrengst naar het kinderafdeling van het Amphia ziekenhuis hier in Breda. Dus wij willen heel graag vragen, heb jij een donatie voor ons? Ja, natuurlijk. Heb ik dat. Daar zijn we blij mee, hè? Wij zijn er heel blij mee. En de kinderen helemaal, ja, natuurlijk. Ja, dit is altijd even bij mij. Ik heb goed geld zit goed verstopt. Kijk, dan doen we gewoon zo, alsjeblieft. En dan zeg ik alsjeblieft. 1, 2, 3, 4. Nou, de flappen komen tevoorschijn. Ik hou ervan. Zo, doe er nog één bij. Zo. Kun je wisselen? Ja hoor, ja, we wisselen even. Ja, maar, ja. Er wordt hier gewisseld. Wordt een hele. Doe maar 10. Nou, 10 euro voor het goede doel. Mogen we u hartelijk danken. Leuk dat u weer gekeken heeft naar een Vraag op Straat. Een hele bijzondere natuurlijk, want we zijn op pad geweest om te collecteren voor het goede doel. Aan de ene kant natuurlijk het Serious Request verhaal in het Glazen Huis. En aan de andere kant gaat onze opbrengst naar de kinderafdeling hier in het Amphia ziekenhuis. Tante Nel en ik zijn heel erg blij dat Breda toch wel wat gegeven heeft. Niet iedereen wilde, maar we hebben het toch best wel opgehaald. Hè? Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer. En vergeet niet onder dit filmpje te reageren, want we zijn heel benieuwd of u gaat doneren, wat u gaat doneren en waarom u wel of waarom u niet doneert en waaraan. Fijne feestdagen en bedankt voor het kijken.